Bij een steekpartij in een woning aan de koolhaven in Rotterdam is vanmorgen een 23-jarige vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer werd twee keer door haar partner in haar rug gestoken. De steekpartij gebeurde om iets voor half zes. De vrouw vluchtte de woning van de buren in en wachtte daar op de ambulance. Ze is vervoerd naar een ziekenhuis. De dader is er vandoor gegaan. Bij een schiepartij gisterenmiddag aan het Vesterplein in Rotterdam is een vrouw gewond geraakt. Ze werd getroffen in haar bovenbeen. De schutter kreeg ruzie met zijn broer en de vriendin van zijn broer over geld. Toen die ruzie uit de hand liep, greep hij naar zijn pistool en schoot de vrouw in haar lies. Vervolgens sloeg het man op de vlucht. De politie heeft de schutter op de Waalhavenweg aangehouden. Oud-wethouder van Rotterdam en burgemeester van Westland, Jacques van der Tak, is niet de nieuwe voorzitter van het CDA. Van der Tak was een van de twee laatste kandidaten, maar verloor van de Utrechtse predikante Ruud Peetoom. De nieuwe CDA-voorzitter heeft een zware taak voor de boeg. De partij werd bij de Tweede Kamerverkiezingen en bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in zetelaantal gehalveerd. In de eredivisie is Feyenoord zo goed als zeker uitgeschakeld in de strijd om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. In eigen huis volgden de mannen van Mario Been van AZ nadat Charlisson Benschop vlak van rust zijn ploeg op voorsprong bracht. Jules Wets werd na een uur spelen van het veld gestuurd met een rode kaart. Excelsior heeft op bezoek bij Herenveen voor een stunt gezorgd. De ploeg van Alex Pastoor keek in de rust nog aan tegen een 2-0 achterstand door doelpunten van voormalig Excelsior speler Michel Breuer en Bas Dost. Maar in een knotsgekke slotfase zorgden twee treffers van heerenveen huurling Geert Arend Roorda ervoor dat de Rotterdam's weer op gelijke hoogte kwamen. Het beslissende goal van Adji Lagoré zorgde ervoor dat de ploeg uit Kralingen voor het eerst dit seizoen de volle drie punten pakte bij een uitwedstrijd.